Waar zijn we, Gillian? Wij zijn met onze sleurhut in Uithuizenmeeden. Die sleuren van jullie echt de provincie in gaan? Ja, dit is wel voor het eerst. We zijn natuurlijk wel elke week in de dorpen te vinden. Hè. Elke avond van de week is wel iemand van ons ergens in een dorp aan de slag. Maar we vonden het belangrijk om gewoon nog meer zichtbaar te zijn. Niet alleen voor dorpsbelangenverenigingen, maar ook gewoon voor de gewone inwoner. Die misschien niet lid is van een belangrijk dorpshuis of bestuur of van een dorpsbelangenbestuur. Ja, misschien moet je ook even zeggen wat de vereniging Groningen Dorpen eigenlijk doet in twee regels. Van oudsher zijn wij de vereniging die dorpsbelangenverenigingen ondersteunt en dorpshuizen besturen. Dus we zijn een soort koepelorganisatie. Maar we zetten ons in de brede zin in voor de leefbaarheid van het platteland, het Groninger platteland. Dat is mooi gezegd. We willen hier een gedenkmonument plaatsen. In verband met 1717, dus de kerstvloed van 1717, 24 december 1717, is de dijk doorgebroken en hebben we hier een grote ramp in het Uithuizenmeeden gehad. En daar willen we nou een monument voor oprichten die daaraan doet denken. We hebben een schets gemaakt, wij niet hoor, die hebben we. Dat is Piet Nienhuis. En die heeft een schets gemaakt, dus een woningje of een huisje dat door de golven wordt en de golven verdwijnt op de duur, dan komt het water zakt weer, komt er een duif, een vredesduif en hier komt een tekst op.